Rome zal branden. Laat ons beginnen met fraude met overheidssubsidies. Oei. Noodknop. Show me your expletive hands. Er gaan militieleden komen. Zoveel mensen zijn het niet. Rutte moet rennen. Het is spannend antwoord. Ze zijn het beu. Inderdaad, zo is het. Witte racisten gaan komen. Yeah, no, it's great. They're more than willing to do so. Het een hangt vast aan het ander. We willen gewoon leven. J'ai peur. Het enige wat opvalt. Vrouwen jonger dan 50. Ik heb ook behoefte. Je. Ik wens het u niet toe. Hè. Bedankt voor die vooruitblik. Het Vlaanderen van morgen. Controle door de overheid. Hartelijk welkom. Merd. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar. En moest ik een viool hebben, ik zou aan het spelen zijn. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show zonder voegen die toch steeds barstte. Gezien Vlaanderen nog steeds de wereldstaat in wording is, beginnen we deze keer met nieuws uit de wereldstaat van weleer. De Verenigde Staten. Wacht, wie is dat? Ik dacht dat Wim ons ging vertellen over Amerika. Waar opnieuw geprotesteerd wordt tegen racisme en politiegeweld. Oef, alles is zoals het hoort. Amerikanen zijn nog steeds racisten, ook al blijft hun plaat een beetje hangen. En opnieuw gebeurde dit allemaal in Minneapolis. Normaal gesproken gaat het over racisme van blanke agenten tegen zwarte criminelen. Dat er tegen de bestuurder, een zwarte jongeman van 20, een arrestatiebevel van kracht is. Maar de huidige denkacrobaten hebben iets nieuws verzonnen. Dit decennium is het aantal meldingen van racisme tegen Aziatische Amerikanen meer dan verdubbeld. Ik weet nog steeds niet wie dat is, maar hij toont ons wel een aantal voorbeelden van anti-Aziatisch racisme. Goed opletten, alstublieft. Een bejaarde Filipino vrouw wordt gestampt door een man. De afgelopen maanden is er steeds meer geweld op vooral oudere Aziatische Amerikanen. Our community is not used to talking about tragedies that happen to them. Is er u iets opgevallen aan die beelden? Inderdaad, het was 3 keer Donald Trump. It's so obvious where it comes from. It comes from Donald Trump and it comes from Republicans being so clearly racist. Ook al zijn de Democraten volledig aan de macht, maar die hebben andere dingen te doen. Joe Biden is van plan om maar liefst $2,000 miljard te investeren om de infrastructuur in de VS te verbeteren. En dit is ook een plaat die blijft hangen. In 2019 kwamen die anti-Aziatische Republikeinen met hetzelfde bedrag. Up to $2 trillion, Bol. En Biden lijkt de notities van Obama gepikt te hebben. Biden wil ook investeren in het spoor. Rail lines. Beter internet. And the high-speed internet. De Verenigde Staten verbrokkelt nog steeds onder waanzinnige ideeën en idealen. En Joe Biden kan dit niet betalen. Hoe hij dat wil betalen? Inkomens boven de $400,000 meer te belasten. $400,000 per gezin wel te verstaan. Joe Biden noemt dit dus terecht. It's a once-in-a-generation investment. Omdat de volgende generatie geen geld meer zal overhouden. Heb hem. Ze zullen wel geen schrik hebben van Derek Chauvin. Schuldig over de hele lijn. De flik die George Floyd 10 minuten lang op de grond hield, is schuldig bevonden aan moord in de tweede graad. De Floyd-fans brullen dit. We got justice! Maar ik ben daar niet zo zeker van, want hoe de flik hem bedwong met zijn knie op de nek van de man is eigenlijk de correcte procedure. Maar goed, gelovigen zijn blij. God is good! En SJW's kijken eindelijk in de spiegel. It's disgusting to see. En de dementerende president vergeet de scheiding der machten. Hij heeft nog met de familie van George Floyd gebeld. Het meest positieve nieuws is dat Black Lives Matter nu kan stoppen met protesteren. En kunnen we nu toegeven dat het eigenlijk een eufemisme is voor grootschalig geweld en plunderingen. Wat zal er langer bestaan? Het systematisch racisme in Amerika of de drang naar nieuwe sneakers? Omdat AstraZeneca al onze vaccins naar het noorden heeft gestuurd, is de helft van Engeland al gevaccineerd. Meer dan de helft van alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk kreeg al een eerste vaccinatiespuit. Maar bij deze zal het niet helpen. Prins Philip is overleden op 99-jarige leeftijd. En deze kan het niet schelen. Boris Johnson gaat zaterdag niet naar de begrafenis van prins Philip. I will be going to the pub. Maar kun je het hem kwalijk nemen? De befaamde Engelse pub
apps zijn weer open. Als er zoveel andere dingen zijn die je hem kunt kwalijk nemen. Vrachtwagens die naar Groot-Brittannië rijden, verliezen veel tijd met alle nodige documenten en administratie. Allemaal door de Brexit. Nu, moest dit het enige euvel zijn, dan konden we naar huis. De Brexit brengt ook onrust in Noord-Ierland. In Belfast worden de zondagen weer bloederig. Vooral aan de zogenaamde Peace Wall of Vredesmuur. Het probleem is zo oud als Bono zelf. En ook zo simpel. Ierland, dat zijn veelal katholieken, maar daar in het noorden steekt het vol met... De protestanten, de meeste van hen Brits gezind. Die royalisten zijn nu kwaad vanwege recente veranderingen. Sinds de Brexit loopt er een douanegrens tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En kwaaie Ieren, daar moet je voor oppassen. De achterstandswijken van Belfast hebben weinig nodig om te ontbranden. Want eens ze in brand staan, zijn ze niet meer te blussen. De bus brandde helemaal uit. De politieke gevolgen zijn dan ook te verwachten. Sinn Féin are winning. En als zij Ierland terug kunnen verenigen, dan heb ik daar geen probleem mee. De Nederlanden echter moeten niet opnieuw verenigd worden. En daar zijn zelfs de Hollanders het mee eens. In Nederland heeft de partij ChristenUnie bekendgemaakt dat ze niet van plan is in een regering te stappen als die geleid wordt door huidig ontslagnemend premier Mark Rutte. Want Rutte is een fascist. Een leugenaar. En een roddeltante. Met een notitie over een christendemocratisch parlementslid. Positie Omtzigt, functie elders, las die. Er is een P, een chef, genaamd Pieter Omtzigt. En die heeft zich een beetje kritisch uitgelaten over de Nederlandse regering. We hebben hier een structuur en een systeem gecreëerd waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Vervolgens werd hij buitengeschot door het waarheidskabinet, vermoedelijk op bevel van Rutte zelf. Ik niet, zei Rutte. Ik heb het nooit over Omtzigt gehad. Zeg je dat zeker? Heb je al eens in het verslag gekeken? Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. Rutte is dus een leugenaar en ik kan dat niet goedkeuren. Maar de Tweede Kamer keurt zijn houding af. Toch zal dit gedoe hem niet tegenhouden. Ik ga door als minister-president. Hij gaat door met dezelfde holle woorden. Samen sterker verder. Het kinderopvangtoeslagschandaal. En dezelfde problematiek. Dan kunnen we eindelijk naar nieuws uit ons land. Het is veelal corona. Laten we daarom met iets plezant beginnen. Ik probeer zo hard mijn vertrouwen in de rechtsstaat te behouden. Zoals een volwaardig politieker dat doet, is ook Rita Volsouvlaki gaan lopen met ons geld. Voor 450.000 euro subsidies doorgesluist. Want ze had servies nodig. 100 borden, 50 kommen en heel wat bestek wordt besteld bij een leverancier van topmerken voor de keuken. Nu wordt de zaak onderzocht en moeten wij wachten op de uitspraak. En aangaande die uitspraak is het nu... Siam El Kawakibi. Siam El-Kawakibi. El-Kawakibi. Siam El-Kawakibi. Siam El-Kawakibi. Siam El-Kawakibi. Of is het... Siam El-Kawakibi. Mevrouw El-Kawakibi. 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 Mevrouw El-Kawakibi. Siam El-Kawakibi. Haar vriendje noemt haar zo... Krokodil. Maar de bondscoach is mee met de zeitgeist. Die schommelpoedel, waarom heeft hij ook subsidies gekregen? Hij wil zich meer dan uitspreken over het krulkonijn. Men had een allochtoontje, een succesvol allochtoontje. We gaan die onmiddellijke pak poen geven. Maar kom, de zaak is afgelopen. Siam El-Kawakibi verlaat haar partij Open VLD. Maar het geld zal ze nog steeds nodig hebben. Ze blijft wel in het Vlaams parlement zitten als onafhankelijke. Om haar dure advocaat te betalen. Een straffe mens die ja kan zeggen en nee kan schudden. Tegelijkertijd... Is ze politiek gezien nog geloofwaardig? Absoluut. Ondertussen heeft de VLD een politieke tegenstander gevonden om de schuld naar door te schuiven. Ik denk dat dat een collectieve politieke verantwoordelijkheid is van het hele bestuur. De verdediging van de betrapte politica reageert nu alsof het een homofobe moord was. Advocaten roepen politici en media op tot sereniteit. En zelf haalt ze de verdediging van Bart de Pauw aan. En ik hoop vooral op een snelle behandeling van mijn zaak. In de rechtszaal, niet in de media. Dit is niet het laatste dat we gezien hebben van de schoemelpoedel. Misschien wordt ze binnen 30 jaar minister van Volksgezondheid. AstraZeneca is een veilig en een goed vaccin voor iedereen. Meester Frank wierp dit wijde net om de vaccinatievrees te bestrijden. Zijn daden waren echter niet naar zijn woorden. We hebben de beslissing genomen om voorlopig mensen beneden de 56 jaar niet uit te nodigen voor een AstraZeneca-vaccin. Dat stelt niemand gerust. Heel zelfs.
zeldzaam, heb je een zeer vervelende bijwerking, soms fataal. Zeer vervelend, gij paniekerig politiekerke. Ik wil u weg van mijn scherm. Rob, wat is die fatale bijwerking nu eigenlijk? Een aantal zorgwekkende gevallen van tromboses. Er is geen reden om aan de alarmbel te trekken, want Europa verduidelijkt. Most of the cases occurred in individuals below 60 years of age and in women. Als je weet dat jonge vrouwen veel de anticonceptiepil slikken, dan weet je ook dat ze reeds een sterk verhoogde kans op trombose hebben. Er zijn redenen genoeg om kritisch te zijn over een haastig ontwikkeld mRNA-vaccin. En er zijn nog alternatieven. Johnson & Johnson kan een week vroeger beginnen te leveren dan gezegd was. Helaas zijn de bijwerkingen hetzelfde. Johnson & Johnson levert voorlopig geen vaccins meer aan Europa. 6 jonge vrouwen kregen er kort na hun vaccinatie een ongewone trombose. Je zou kunnen denken, het zekere voor het onzekere, maar... 6 vrouwen op 7 miljoen in Entingen. 6 op 7 miljoen is minder dan 0,0001%. Hebben ze dit gedaan? Uit extreme voorzichtigheid. Of is hier meer aan de hand? Waarschijnlijk. Maar laat u dat vooral niet tegenhouden om u te vaccineren. De voordelen van het AstraZeneca-vaccin wegen voor alle volwassenen door op de nadelen. Je zult wel tegengehouden worden door de informatica. QVAX, een centrale reservelijst voor vaccinaties. De overheid kwam met een website en zoals wel vaker het geval is, werkte die niet. Als je nu gaat kijken naar de website, zijn er nog altijd 350.000 wachtende. Deze waal van een website werd bedacht door Frank Robbe, een van de rijkste Belgen en kennelijk ook een van de meest productieve. De Corona Alert app, de Contact Tracing, mijngezondheid.be, dat zijn allemaal digitale systemen waar één man achter zit. Zijn naam is Frank Robbe. Noem 3 webapplicaties die niet marcheren. Meneer Robbe werd terecht onder vuur genomen door Radio 1. Vandaag nog eens iets gelanceerd, dat heet myhealthviewer.be. Zit u daar ook achter? Nee, dat is een systeem van de ziekenfonds. Oké. De opgeluchte presentatrice had voornamelijk een probleem met de privacy. De gegevens die wij daar met z'n allen achterlaten, hoe hard kan u ons verzekeren dat die gegevens niet heel makkelijk door hackers kunnen gestolen worden? Maar die boomer kan u niets verzekeren. Hij weet niet eens welke informatie er op zijn server staat. Dat zijn uw contactgegevens, dat is het enige wat we nodig hebben. Ons rijksregisternummer toch ook achtergelaten, niet? En ons rijksregisternummer hebben we toch ook achtergelaten? Het was al niet makkelijk voor hem, maar Radio 1 maakte het nog moeilijker. Hoe lang worden die gegevens bewaard? Tot maximum 5 dagen vanaf de dag na de bekendmaking van het koninklijk besluit dat het einde van de pandemie ten gevolge van het COVID-19-coronavirus aankondigt. Die gegevens die worden bewaard zolang als de vaccinatiecampagne loopt. Robben zal uw gegevens bewaren en u tegelijk dom noemen. Tot als de vaccinatie is afgelopen en niet tot als ik ben gevaccineerd bijvoorbeeld. Nee. Weet u hoeveel vaccins u zal moeten krijgen? Hoeveel dosen u zal moeten krijgen? Hoe lang werkt een vaccin? Weet u dat? En deze memento mori was even nuttig als gepast. En u zegt, u hoeft zich geen enkele zorg te maken. Absolute veiligheid heeft u alleen op het kerkhof, mevrouw. Wat een zak. Hij overtuigt mij niet om mij in te schrijven op zijn spionagelijst. En het heeft weinig zin voor een jonge snaak zoals ik. De mensen die zich nu inschrijven, gaan die echt vroeger aan de beurt komen dan ze normaal zouden aan de beurt komen? Echt veel zin heeft het niet om het cru te zeggen. Want niets zal u beschermen tegen de politieke incompetentie. 20 Indiase studenten die in ons land verpleegkunde komen studeren, blijken besmet te zijn met een coronavariant die eerst in India is ontdekt. De grenzen moesten al dicht sinds begin vorig jaar, maar toch laten we nog iedereen binnen. Tenminste, als het studenten zijn. Die in ons land een graduaatsopleiding zorgkunde komen volgen. En de redenering is zo rond als de corpulente viroloog zelf. Dit wordt ook met de beste bedoelingen gedaan. We hebben zorgkundigen nodig om in de woonzorgcentra te helpen. We komen die tekort. Natuurlijk hebben we meer volk nodig. Je hebt net een variant binnengehaald die gevaarlijker en besmettelijker is. Het ziet er dus naar uit dat een nieuwe Indiase variant het coronavirus makkelijker verspreidt. Beter laat dan nooit, moet de politiek gedacht hebben. De ministers van Volksgezondheid die gaan onderzoeken of er strengere regels moeten komen voor niet-EU-burgers die bij ons aankomen uit landen met
coronavarianten. Maar als we nooit toegang hadden verleend tot corona, dan konden we nu gewoon op café. De coronacijfers zijn te slecht om cafés en restaurants al te openen op 1 mei. Het gaat goed met de cijfers. De maatregelen worden met de dag stommer. Vanaf wanneer mogen de terrassen weer open? Zodra 70% van de 65-plussers gevaccineerd en beschermd is. Omdat enkel oude mensen op terras zitten? De versoepelingen zijn dus afhankelijk van het aantal vaccinaties bij de groep 65-plussers en van het aantal zieken op intensieve. Is het slim om het lot van de horeca te koppelen aan dat van de zorgsector? Dokters en verplegers hebben meer dan werkzekerheid, maar meisjes niet. Tenminste, tot de intensieve zorg is opgeklaard. Je kan eigenlijk stellen dat alle erkende bedden op intensieve zorg momenteel bezet zijn. Daarom vond VDB het nodig om in de weg te lopen. Dat bleek tijdens een bezoek van minister van Volksgezondheid Frank van den Broek aan het ziekenhuis. Het zorgpersoneel heeft hier niets aan gehad. Integendeel. Dat vinden zij zelf verschrikkelijk. Maar als Frank in zijn kabinet blijft, zoals hij het ons beveelt, dan kan de zorgsector terug ademen. En dan kan de horeca blij zijn. En zij mogen vanaf zaterdag 8 mei weer klanten ontvangen buiten. Cafés zonder terras blijven dicht en enkel een terras openhouden is niet rendabel in België. Is dat dan zo duur, een terras openhouden? Nee, maar het mooie weer is niet altijd aanwezig hier bij ons. Gelukkig kunnen de café-uitbaters rekenen op steun van de overheid. Er is toch een vergoeding op dit moment? Ja, maar die is absoluut niet voldoende voor de meesten om alle vaste kosten te dekken. Hè? En er hangt zeker geen zwaard van Damocles boven hun hoofd. Zijn die voorwaarden niet vervuld, dan kunnen de maatregelen opnieuw uitgesteld worden. Ik weet niet of de terrassen zullen opengaan op 8 mei. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politiek liegt. Dank u wel, meneer de minister, om dat hier toe te liggen. Maar het zou wel helpen om de jongeren te spreiden. Zoals de jonge Dene Els Ampe het zei op 30 maart in Ter Kamerenbos. Duidelijk het bewijs hier achter mij dat de lockdown niet werkt. Dat de mensen de regels niet meer volgen. Laat dan ook de terrassen open, zodanig dat de horeca de mensen beter kan verspreiden. Dank u. We hadden beter geluisterd naar deze blonde profeet, want op 1 april zag het park er zo uit. Een rij van 50 agenten probeert de massa weg te drijven. Ook paarden worden ingezet en honden. En fietsen. Maar goed, er zijn een hoop jongeren bijeengekomen om eens goed het varken uit te hangen. De VRT en andere goedmensen willen ons wijsmaken dat het om een grap gaat. Wat begon als een grap is intussen helemaal uit de hand gelopen. Alles begon met een aprilgrap over een zogezegd festival. Dit is begonnen als een aprilgrap. Maar laten we eerlijk zijn. De duizenden jongeren die naar hier zijn afgezakt weten wel dat het om een nepfestival gaat. Die kinderen willen gewoon hun vrijheid terug. En als ze daarvoor lust de veiligheid moeten opgeven, dan belt je de politie. Politiepaarden en het waterkanon kwamen eraan te pas. Ze zijn er tenslotte om de wet te handhaven. Handhaven. En handhaven betekent geweld inzetten. Maar wanneer legaliteit en moraliteit haaks op elkaar staan, dan legt de goede flik zijn wapens neer. Of zoals deze man het poëtisch verwoordde. Fuck the police! Het hele gedoe escaleerde door de aanwezigheid van de politie. Niet ondanks. Maar de VRT heeft een andere schuldige gevonden. De organisatoren, ja, zij hebben hier de verantwoordelijkheid toch, hè? Welke organisatoren? Er was geen organisatie. Er was geen podium, geen tent. Je kon geen pint of een hamburger krijgen. Het waren gewoon feestende jongeren die niet naar gitten wilden luisteren. Dat ze uit elkaar moeten gaan, dat ze afstand moeten houden, dat ze mondmaskers moeten dragen. En nu is er nog minder toegelaten. Alle mensen die in het park willen gaan, worden gecontroleerd. Hun rugzakken en hun tassen worden gecontroleerd. We zullen dus moeten vechten voor ons recht om te feesten. En jongeren die daar alcohol of een muziekinstallatie bij hebben, die mogen het park niet in. Dit blatant fascisme wordt nog steeds verkocht als solidariteit. Maar de regels zijn er met reden en voor iedereen. Jij blijft per tang niet in uw kot. Het politiegeweld bracht gelukkig ook plezantere beelden. Twee paarden waren hun ruiters kwijtgeraakt en liepen los door de straten van Etterbeek. Deze grapjas maakte Brussel trots. Quand ta liberté est
Spirit! Roer, Spirit! Helaas staat dit beestje nog steeds op stal bij de politie. Vrijheid staat kennelijk wel hoog op de agenda bij Jean-Marie de Dekker. De Dekker is de burgemeester van Middelkerke en daar gaan de terrassen open op 1 mei. U houdt nog altijd vol dat u die terrassen gaat zetten op 1 mei al. Absoluut. En hij doet dit niet om de volksgezondheid te schaden. Hij wou het uitleggen, maar helaas was er nog een tweede spreker. Het bevordert de volksgezondheid. Ik zal u zeggen waarom. We gaan er zo meteen dieper op in, meneer de Dekker. Want ik wil nu toch eerst professor Van Ranst. Die laatste zin heeft zelfs Mark nog nooit gehoord. De vervelende viroloog toonde vervolgens dat hij het contact met de mensheid volledig verloren is. En heel zeker, die terrassen die gaan niet open op 1 mei, want niemand is daarvoor. Iedereen is daarvoor. Anders zou Ter Zaken er geen uitzending over maken en u uitnodigen om tegen betaling de bondscoach aan te vallen. Wat je doet, is gewoon met de voeten spelen van de horeca. De pot verwijt de ketel, maar de ketel kent judo en hij haalde direct een ipon. U bent viroloog. U weet dat de besmettingen buiten 1000 zijn van de besmettingen binnen. Als u zelf zegt in de buitenlucht is er geen probleem, waarom hebt u er dan niet voor geijverd dat de mensen buiten gaan, mogen ergens binnen? U doet ze ophokken, u doet ze binnenblijven. Daar had Fotsige Van Rans niet van terug, maar hij zal dat zeggen aan de politie. De procureur des Konings, die gaat agenten in burgers sturen. U hoeft zij daar niks van aan te trekken, u bent viroloog. De venijnige viroloog gebruikte zijn oeroude tactiek. Wanneer iemand het niet eens is met hem, dan beticht hij ze van politiek incorrecte gedachten. De enige die u gelijk geven, dat zijn de mannen van het paliterke. Gaan we belachelijk doen of niet? Maar na een tijdje werd het duidelijk wat de oorzaak van het kwade bloed is. De Dekker heeft iets geschreven op mijn favoriete wc-papier en Van Ranst vond dat niet zo fijn. Wat hij schreef als mijn hond begint te janken als hij Van Ranst of Erika Vliegen op tv ziet. Schoongeschreven. Schoongeschreven, coach. Wanneer Van Ranst eindelijk stopte met wenen, kon de Dekker zijn maatregel uitleggen. Hij doet dit om de volksgezondheid te verbeteren. Mijn maatregel is de bevordering van de volksgezondheid. Van de gezonde lucht, van de jodium in de lucht. Godverdomme ja, dan kan ik eindelijk stoppen met dit te slikken. Maar je hebt hier toch bewijs van, hè? Like, foto's of zo. Ik kan u foto's tonen, mevrouw. Ik heb ze misschien bij. Ik zou foto's... Nee. Toch volg ik deze man tot de hel en terug. En niet dat gemeen ventje dat zich laat verdedigen door Cobra Calls. Hij krijgt heel wat op zijn dak. Alsjeblieft, interesseer me geen barst. Op 1 mei gaan we dus met z'n allen naar Middelkerke. En al zeker niet naar een ander stuk Vlaamse kust. In Krokke-Heist heeft de politie al enkele dagen de handen vol met feestende jongeren. Want feestende jongeren is geen proper fenomeen. Deze morgen eigenlijk gevonden heb, als ik mijn tour heb gedaan. En de uitbaters kunnen het niet tegen de mama zeggen. Veel groepjes jongeren zonder hun ouders. Maar wat de VRT u niet vertelt, is dat de jongeren veelal Vlamingenhaters zijn. Ze zingen en laten horen wat ze van de Vlamingen vinden. Als je de Walen niet verstaan hebt, zal deze man het op een rijtje zetten. Vuile hoer, smerige trut, wat kom je hier doen? Wat heb je hier te maken? Het is onvoorstelbaar. Het enige onvoorstelbare is dat ze het in het Nederlands zouden gezegd hebben. Het zal eerder zo geklonken hebben. Ik vind ze verfoeteren ici pendant trois jours. Alors, il faut nous laisser tranquille. Dat kun je niet eisen van de knokkenaars. Weet je wel hoe vuil die Walen zijn? Kakken, pissen, overal. En dit gebeurt onbestraft. Misschien komt het door hun ongeoorloofd minderheidsstatuut, maar de politie doet geen klop. De politie van Knokke jaagt de jongeren niet weg, maar gaat met hen in gesprek. En dat gaat niet helpen, want nogmaals, Walen kunnen geen Vlaams. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. De internationale politiek verbrokkelt zoals de bruggen in Amerika. 2. Ondanks de vaccinatiecampagne zal Indië het Chinees virus in stand houden. 3. De horeca moet terug open, zodat Els terug kan drinken met haar vriendin. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit adjectief showke. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Eind goed al goed. I could be wrong, but I'm always right.